Hoi, ik ga vandaag echt iets heel leuks doen. Op YouTube komt het heel vaak voorbij en dat is de 3 Minutes Makeup Challenge. En dat betekent gewoon dat je een complete look gaat doen in 3 minuten. Waar begin ik aan? Goed, ik heb mijn spulletje wel al klaargezet. Ik heb nog echt niks op mijn gezicht gedaan. Nou, dan kun je ook wel zien, want anders zag ik er toch wel iets beter uit. Hoop ik. Ja, daar ga ik wel hopen in ieder geval dat ik er dan dadelijk beter uitziet. Maar het is wel rushy. Dus ik ben benieuwd. Goed, ik heb mijn wekker. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien. Hij staat in ieder geval op 3 minuten. En ik begin zenuwachtig te worden. Oh, dit is best spannend. Start. Foundation. Ik weet niet of ik veel. Oh, nee. Doe het met mijn handen. Oké. Okay. Oh, 15 seconden. Dit gaat zo snel. Oh, haarband. Zo. Concealer. Niks als net. Rouge. Dicht, want dit is poeder, dus als het omvalt. Oh, is het een lichte kleur? Andere lichte kleur. Nee, dezelfde, maar aan de andere kant. Oh, gosh. Bijna 1 minuut. Donkere kleur. Oh gosh, ik denk echt serieus dat dit de verschrikkelijkste challenge ooit is. Nou, laten we maar eens beoordelen. Jee, wat een stress. Vooral als dat niet mascara ernaast gaat. Oh gosh. Nou, ik moet zeggen dat ik hem niet heel vervelend zit. Alleen dit oog klopt niet met dat oog als het gaat over die donkere make-up. En volgens mij zit aan deze wang er iets meer blush dan aan deze wang. Nou ja, op zich. Dat is een kwestie van als ik nog 5 seconden had gehad, dan had ik er nog bij kunnen werken. Als ik daar aan had gedacht. Jee. Het is best een leuke challenge. Beetje zenuwslopend.
In ieder geval. Ik moet even bijkomen. Jee, wat gehaast. Ik zou inderdaad... Nou, hou het even 4 minuten. Goede make-up kunnen doen en dan weg. Dus dit moet Roy me niet bekijken. Want dan zegt hij dadelijk ook weer veel sneller. Goed. Zelfs mijn tafel heb ik vies gemaakt. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik kijk eruit naar een volgende challenge. Geef me maar ideeën van welke challenge kun je nog meer doen. Of kan ik dan nog meer doen. En tot de volgende keer op beautyflamenatasha.nl. En please subscribe down below.